Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Pretty V. Ja, doei. Doei. Mensen, we gaan even de top 10 mooiste meisjes van, maar vrouwen, meisjes, maakt niet uit, van Nederland uitkiezen. En ja, er staat gewoon een lijstje, ik zeg het niet zelf, maar dat maakt allemaal niet uit. De top 10, dus dat is eigenlijk de laagste iemand die toch wel mooi is. Kim Veenstra, en die kan je kennen van Sterren Springen op het IJs en Expeditie Robinson. En ze heeft natuurlijk ook meegedaan aan Verliefd op Ibiza. Trouwens een beetje, ik weet niet wat ik van die film vind. Maar zij was die domme iemand en die andere was een voetballer. Nou ja, boeien. Oké. Nummertje 9 is Lara Stone. En dat is een, dat is een internationale topmodel. En ja, die heeft heel veel modemerken gedaan. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel. Maar zij is wel echt... bekend als topmodel internationaal. En ze is ook best wel goed, zeg maar. Dan gaan we naar de volgende. En dat is Victoria Koblenko, als ik het goed zeg. En die heeft meegedaan aan het programma GTST op de tv natuurlijk. En hoe heette ze ook alweer? Dat was ik even vergeten. Oh, ze heeft ook in andere films gespeeld. Het is wel interessant, weet je. Het is wel leuk, want nu ik deze foto zie, denk ik echt van, wat heeft ze nog meer gedaan? En wil je meer weten van die mensen? Maar er staat niks anders bij. Dus ze heeft bij GTST gespeeld als Isabella. Sylvia van der Vaart. Die naam lijkt echt een soort van op een voetballer. Als je goed nadenkt, lijkt het echt dat het gewoon een voetballer is. Maar dat is het natuurlijk niet. Stupid! Dit is een voetballer. Echt? Een vrouw. Echt waar? Oh nice, ik heb het gewoon... Nee, ik heb echt niks gezegd. Ik heb echt niks gelezen, ik zweer je. Maar hoe heet dat? In 2003 nog de nummer 1 bij FHM. Dat is een blad, denk ik. Maar nu 9 jaar later still going strong. Kelly Wakers. Geen idee wie dat is. Ben ik even benieuwd naar. Ze ziet er goed uit. Als ik moest kiezen tussen een blond meisje en een zwartharig meisje, dan zou ik het niet weten. Echt niet. Ik vind blonde meisjes ook wel gewoon mooi, maar zwartharige meisjes ook wel. Ik weet niet. Ja, nou, laten we gewoon verder gaan. Kelly Wakers is eigenlijk de echte mooiste vrouw van Nederland. Ja, ze ziet er wel goed uit. Alleen, wacht even hoor, we gaan even verder. Ik ga even inzoomen. Ja, oké, ze ziet er wel. Hanna Verboom, actrice in onder andere series Fuiten en de... Wat is Fuiten? Is dat een programma? Oké, dat is een televisieprogramma blijkbaar. Feuten. Feuten. Staat daar Feuten? Ja. Ja, dat is een televisieserie. Oké, dat is een televisieserie, ook goed. Oké, Marloes Horst. Trouwens, ik kijk naar al die foto's en sommige, de eerste herkende ik, omdat ik natuurlijk Verliefd op Ibiza heb gekeken. Maar die andere ken ik allemaal niet heel erg goed eigenlijk. Dus, maar ja, dat ligt helemaal aan hoe je echt in die wereld belandt. Oké, ook Marloes Horst is een internationaal topmodel. Ze is net als Duitse Vriesen. Armanda Barton kun je herkennen als het... meisje uit de series van Mental Theo op TMF. Ik kijk nooit TMF, dus het zou... Nee, ik weet niet wat dat is. Nou ja, ik weet wel wat het is, TMF. Dat is een tv-zender. Maar ik heb dat nooit gezien of zo. Ik weet niet. Dat heeft ook heel veel te maken met muziek, geloof ik, TMF. Juist. Zie je, ik weet wel wat mensen. Jullie denken van, oh, hij weet helemaal niks. Ik weet al best wel veel dingen hoor. Oké, maar tegenwoordig werkt ze als model. Nou, dat mag ze zeker doen. Dat mag ze vaker doen. Oké, Duits Kroes. Zij is zo iemand, ik geloof, als ik even goed nadenk, doet ze ook wel seksscènes in films en zo. Dat weet ik zeker. Nee? 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 Oh, dat dacht ik altijd. Nee. Oké, Duits Kroes. Ja, dat lijkt net een... porno naam, weet je wel, Duitse Kroes. Maar oké, dat doet ze niet. Nederlandse bekendste topmodel Kroes staat op de tweede plaats. Oké. Nou, dat heeft ze super goed gedaan natuurlijk. Daar kunnen we, ja. En de eerste, dat is spannend jongens.
En dat is Tess Milne. Dat is zeg maar Tess, dat is die ene, ja, je ziet hier een foto trouwens. Maar die doet mee aan, nee, niet aan Proefkonijn geloof ik. Ofwel, dat weet ik even niet. Ik moet dat even gaan opzoeken, want er staat ook niks bij haar wat zij is. Maar ze doet wel iets met programma's BNN geloof ik, maar dat weet ik niet zeker, dus ik ga dat niet zomaar zeggen. Ik zoek even op wat Tess doet en dan... Nederlandse, televisieactrice, dinges, presentator bedoel ik, actrice. Ja, zo kan je het ook een beetje noemen, maar ze heeft, even kijken, wat doet ze allemaal? Ja, Proefkonijn doet ze ook. Maar mensen, dit waren de mooiste meisjes van heel Nederland. Ja, ik weet niet of ik dit lijstje ook zo had gemaakt, maar... Want ik vind bijvoorbeeld, even kijken, moeten we even teruggaan. De tweede vond ik wel gewoon echt de eerste, weet je wel. Maar weet je, elke smaak verschillen en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar mensen, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En natuurlijk leuk om te kijken naar meiden. Ik hoop dat meiden ook denken van, hey, dit was wel leuk. Want je kan natuurlijk ook wel een soort van denken van... ja, misschien kan ik dat ook doen, weet ik veel wat. Maar mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Het gaat best wel goed met mijn abonnees trouwens. Reacties mogen wel wat meer worden. Dus als jullie allemaal even in de reacties wil zeggen welke jij de top 1 vond. Dan zou ik dat helemaal tof vinden. En ik zie jullie weer later.